Yo beste mensen, welkom weer bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie wat nieuws laten zien op mijn kamer. Jullie zien het in de titel, ik heb een setup. Kijk eens, dit is hem. Ja, hij ziet er niet echt heel setup-achtig uit. Normaal heb je namelijk twee beeldschermen en een toetsenbord, maar ik heb gewoon deze manier. Ik denk dat jullie het niet echt een setup vinden, maar ik vind het namelijk wel. Ja. Dit is namelijk een ding, hier kan ik de camera opzetten als ik bijvoorbeeld City Skylines wil gaan spelen. Dit is een beetje gek, want normaal gesproken doe je in het beeldscherm. Maar ja, dat moet nog helemaal uitvogelen. Dus het gaat ook een keer komen dat ik in het beeldscherm kan filmen, maar dat moet nog allemaal uitvogelen. Ja, dit is mijn schoollaptop. En dit is mijn YouTube kanaal, zoals jullie zien. En ja, dit is Pamsterdam, zoals jullie zien. Niet genoeg werkers. En ja, daar moet doden opgehaald worden. Verlaten locatie. Maar ja, dit is dan de setup. Ik heb het bureau ook heel erg opgeruimd. Dit is hieronder. Het was eerst één flinke teringzooi. Ik heb nog een foto van een paar maanden geleden. Nou, gelukkig is het allemaal opgeruimd. Die bakjes hieronder stonden allemaal op één grote bende stapel. Dus ze waren niet allemaal netjes gestapeld zoals nu, maar ze lagen gewoon verspreid hieronder. En dat was dus één grote teringzooi hieronder. En ik heb ook twee stoelen. Een badjas, die hangt nou hier. Die hangt niet meer op deze stoel. Ik heb namelijk twee stoelen gedaan. Dan kunnen er twee mensen zitten, want iemand komt dadelijk. En dat is een vriend van mij. Ja, die weet niet dat ik een setup heb. En ik denk dat hij ook een game gaat spelen op mijn setup. Ja, we gaan het gewoon zien. Het is volgens mij 10:15. Want rond 10:15 komt hij. Dus ik heb nog wel wat tijd te dooien. Oké, mensen. Vriend is gearriveerd. Ik heb hem al zo lang niet meer gezien. Want ja, hij zat vorig jaar in groep 7 en ik zat vorig jaar in groep 8. Maar nu zit ik in de brugklas. En hij zit in groep 7. Dus we zien elkaar niet zo... op groep 8 bedoel ik. Dus we zien elkaar niet zoveel meer. En hij is nou beneden iets aan het drinken. En als het goed is, komt hij zo naar boven. En dan gaat hij een game spelen. Dus ja, dat gaat wel heel erg leuk worden. Thank you.
Bye.
Oké, mensen, vriend is weer naar huis gegaan. Maar ja, we hadden het superleuk gehad. Het was een leuke game. Het is een beetje een ouderwetse game. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het was een hele leuke game. Ja, vonden jullie deze video ook leuk? Geef dan even een like en abonneer even op mijn kanaal. Nou ja, tot de volgende video. Doei doei!